Hoe verkopen politici een oorlog aan hun achterban? Dit is de Universiteit van Nederland. Hoe verkopen politici een oorlog aan hun achterban? Ik neem u graag mee naar 1963. Enkele uren na de moord op John F. Kennedy, op 22 november 1963, wordt Lyndon B. Johnson ingezworen in Air Force One als president van de Verenigde Staten. En voor Johnson, hoe triest de aanleiding ook, was dit een buitenkans. Waarom? Johnson had een groot plan. Hij had een visie voor Amerika en hij noemde het The Great Society. Hij wilde heel veel gaan doen aan armoede, achterstand in onderwijs, het niet nakomen van burgerrechten, het verbeteren van de gezondheidszorg. En hij zou zijn presidentschap gaan gebruiken, zoals een heilig voornemen, om die belangrijke wetgeving eindelijk tot stand te gaan brengen en daarmee een groot leed in de Verenigde Staten weg te nemen. Maar een paar maanden later is er een groot probleem in Zuidoost-Azië. Voor de wateren van wat dan Noord-Vietnam heet, in de golf van Tonkin, waar een Amerikaans marineschip, naar het schijnt, er is wat onduidelijkheid in de communicatie, wordt aangevallen door Noord-Vietnamese boten. Er wordt geschoten. Johnson aarzelt niet. Het is augustus 1964. Het is een paar maanden voor de presidentiële verkiezingen. Johnson kan het zich niet permitteren om zwak over te komen in de internationale politiek. Om zwak te staan in de Koude Oorlog tegen de Sovjets. De Sovjets die Noord-Vietnam als bondgenoot hebben. Hij besluit een resolutie in te dienen bij het Amerikaanse congres, waarin hij toestemming vraagt om terug te slaan na deze vreselijke aanslag op het Amerikaanse schip. De resolutie wordt aangenomen. En die resolutie is zo geformuleerd dat ze eigenlijk Johnson de jaren daarna de vrije hand geeft in het voeren van een buitenlands beleid in Vietnam. Dat beleid in Vietnam zal voor hem een molensteen worden. Aan de ene kant wil hij zo graag zijn Great Society vervolmaken. Aan de andere kant zit hij met de oorlog in Vietnam. Hij kan zich niet veroorloven die oorlog te verliezen. Dan zou hij nooit zijn binnenlands programma afmaken. Hij kan zich ook niet veroorloven om massaal met Amerikaanse troepen Noord-Vietnam te gaan bezetten. Dat zou zoveel weerstand oproepen en zoveel middelen kosten dat die Great Society er ook nooit zal komen. Dus kiest Johnson voor de gulden middenweg. Langzaam opbouwen, langzaam escaleren, pappen en nat houden, meer gaan bombarderen, beetje meer troepen erbij. De oorlog rekken om zijn binnenlandse programma te kunnen redden. Uiteindelijk redt hij het niet. In 1968 besluit hij om zich toch maar niet kandidaat te stellen voor nog een poging het presidentschap te winnen. Een gedesillusioneerd man treedt zich terug op zijn ranch in Texas. Voor ons een heel belangrijk voorbeeld. Het laat namelijk zien dat internationale politiek bijna altijd op twee schaakborden tegelijk wordt gespeeld. Er is een binnenlands schaakbord, de Great Society. Er is een buitenlands schaakbord, Vietnam. En niet alleen is het zo dat het een soort van simultaan wedstrijd is van meerdere spelletjes tegelijk. De spelletjes hebben ook met elkaar te maken. Eén zet in Vietnam, escaleren of niet, heeft gevolgen voor wat hij binnenlands kan bereiken. En andersom. We noemen dit wel een two-level game. Een spel op twee niveaus. Het binnenland en het buitenland. Hoe kunnen we daar meer greep op krijgen? Ik denk dat het belangrijk is om eerst twee extreme situaties te schetsen. In de meest extreme situatie wil een politiek leider een oorlog beginnen. Bijvoorbeeld omdat hij een land wil veroveren, omdat daar een belangrijke grondstof is. Of omdat hij een binnenlands politiek probleem heeft. Een beroemde film, Wag the Dog, gaat over dit laatste voorbeeld. Het is het verhaal van een Amerikaanse president die een binnenlands schandaal ondergaat met een
een affaire met een vrouw, waardoor hij slecht in de peilingen komt te staan en eigenlijk graag, met het oog op de komende verkiezingen, toch wel in de peilingen omhoog wil. Het idee is dan om een oorlog uit te vinden, een niet bestaande oorlog, en om zo de Amerikaanse publieke opinie te mobiliseren achter het idee van het vaderland is in gevaar. Hij huurt daartoe via zijn spin doctor, gespeeld door Robert De Niro, een regisseur in, gespeeld door Dustin Hoffman. En samen ontstaat daar een niet bestaande oorlog tegen Albanië, grappig genoeg. Grappig omdat dit in 1997 was en 2 jaar later in die regio inderdaad een oorlog zou worden uitgevochten. De spindokter en de regisseur zorgen ervoor dat de Amerikaanse president gaat stijgen in de opiniepeilingen en uiteindelijk de herverkiezingen wint. Een extreem voorbeeld, zult u denken. Toch komt het regelmatig voor dat politiek leiders, omdat ze binnenlands politieke problemen hebben, een oorlog of een ander gevaarlijk internationaal avontuur aangaan. Denk bijvoorbeeld eens aan de Malvina's, of zoals wij ze kennen, de Falklandseilanden. Ze bevinden zich in de Zuid-Atlantische Zee, worden al jaren geclaimd door Argentinië, maar zijn in bezit van Groot-Brittannië. En het militaire bewind in Argentinië vond in het begin van de jaren 80, toen het gezag van dat bewind aan het afbrokkelen was, dat ze een poging moesten doen om binnenlands politieke steun te vergroten door eigenlijk een oorlog te beginnen voor iets waar alle Argentijnen warm voor zouden lopen, namelijk het heroveren van, wat altijd al Argentijns was geweest, vonden zij, de Malvina's of Falklands. Het andere extreem is dat je te maken hebt met een acute bedreiging, een aanval. De Falklands, Malvina's, zijn ook daarvan een voorbeeld, maar dan voor Groot-Brittannië, die in 1982 plots geconfronteerd wordt met een aanval door de Argentijnen op de Falklandeilanden. De Argentijnen bezetten deze eilanden relatief snel. En de Britten, aangevallen, bedreigd, besluiten om een grote zeemacht uit te zenden naar de Zuid-Atlantische Zee, Zuid-Atlantische Oceaan. En na een korte maar hevige strijd, waar nogal wat nationalistische taal wordt gebezigd, winnen de Engelsen relatief snel deze oorlog en weten daarmee eigenlijk weer de situatie te herstellen zoals die voor het conflict was. Maar ook voor de Britten had dit binnenlands politieke consequenties. Dankzij de overwinning in de Falklandsoorlog wist premier Thatcher de tegenstanders in haar kabinet, die het tot dan toe nog wel waren, die het ook niet allemaal eens waren met haar binnenlandse beleid, wist zij deze tegenstanders eigenlijk uit het kabinet te zetten. Wist medestanders daarvoor in de plaats te benoemen, waardoor ze daarna haar binnenlandse politiek verder kon uitbouwen. Buitenlandse politiek had dus ook in Groot-Brittannië daarna gevolgen voor de binnenlandse politiek. Het buitenlandse schaakbord had gevolgen voor het binnenlandse schaakbord. Er bestaat in de internationale politiek een bekend verschijnsel, dat noemen we rally around the flag, waarvan we weten dat zodra militairen worden ingezet, de meeste mensen zich achter die beslissing zullen scharen en steun zullen verlenen aan de politici, het kabinet, de president, omdat nu eenmaal onze jongens en meisjes zijn uitgezonden en onze steun verdienen. We weten ook uit onderzoek dat na een vrij korte tijd dat effect weer afneemt en dat mensen kritischer worden over de beslissingen. Politici hebben in die zin dus maar een relatief klein moment waarop ze daadwerkelijk steun kunnen mobiliseren en effectief buitenlands beleid kunnen voeren. Ze proberen die steun dan te mobiliseren met een aantal mechanismen. Heel belangrijk is het creëren van een vijandbeeld. Door de opponent af te schilderen als een dictator, een aanhanger van terrorisme, iemand die de mensenrechten schendt. Je creëert een vijand en stelt jezelf als de goede partij op. Een tweede belangrijk instrument voor het mobiliseren van steun is door gebruik te maken te appelleren aan gebeurtenissen in het verleden, waar de meeste mensen wel een idee bij hebben wat er goed of fout is. Een belangrijk voorbeeld daarvan is de
analogie met München 1938. In 1938 kwamen in München vier leiders bij elkaar, van Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Duitsland, omdat Duitsland eisen had gesteld ten aanzien van een gedeelte in Tsjechoslowakije waar etnische Duitsers woonden, de Sudeten-Duitsers. En Duitsland wenste dat de Sudeten-Duitsers de kans kregen om zich aan te sluiten bij Duitsland. De overige landen hebben toegestemd in dat verzoek. We noemen dat ook wel appeasement policy. Met het idee dat daarmee Duitsland tevreden zou zijn gesteld. In die tijd was iedereen redelijk tevreden over die uitkomst totdat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En toen was de les van München het tegenovergestelde. München werd symbool voor, je moet nooit een dictator één vinger geven, want dan neemt hij de hele hand. Je moet hard optreden tegen dictators, anders ontstaan er grote conflicten. De München-analogie is nog steeds heel belangrijk in het mobiliseren van publieke opinie voor een bepaalde gewelddadige oplossing van internationale problemen. Het laatste mechanisme dat veel wordt gehanteerd is een appel aan beginselen, morele beginselen, juridische beginselen, de internationale rechtsorde, het beschermen van de mensenrechten, het oplossen van een humanitaire crisis. Juist deze termen brengen bij mensen het gevoel los van het is een rechtvaardige zaak waarvoor we eventueel onze militairen gaan uitzenden. Laten we een aantal voorbeelden hierbij hanteren. Het allereerste voorbeeld is de oorlog tegen Klein-Joegoslavië, Servië, over haar provincie Kosovo. We gaan naar Duitsland, waar een kabinet aan de macht is, waar de Groenen aan deelnemen. De Groenen worden geleid door de minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer. Joschka Fischer heeft te maken met een groot deel van zijn partijleden die eigenlijk tot de pacifistische stroming behoren. Die vinden dat Duitsland, gezien haar verleden, niet moet deelnemen aan oorlogen, daar geen taak meer in heeft. En Fischer doet er van alles aan om zijn achterban te overtuigen om toch deel te nemen aan deze oorlog tegen Klein-Joegoslavië vanwege het geweld dat de Serviërs, de Albanese Kosovaren, aandeden in de provincie Kosovo. Laten we eens meeluisteren met het congres. Auschwitz is onvergelijkbaar. Maar in mij, ik stehe op twee grondsätzen. Nie wieder Krieg. Nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen bin ich in die Grüne Partei gegangen. Het is duidelijk waar Fischer aan appelleert. Juist tegen degenen die zeggen, wij Duitsland, wij moeten ons niet bemoeien met de internationale politiek vanwege ons verleden. Hij zegt, juist vanwege ons verleden moeten wij nu iets goeds gaan doen. Juist vanwege Auschwitz moeten wij een nieuwe genocide proberen te voorkomen. Tweede voorbeeld is de aanloop naar de oorlog tegen Irak in 2003. De Engelse premier Blair heeft zich al gecommitteerd aan een alliantie met de Amerikanen. Op het buitenlandse schaakbord heeft hij eigenlijk al gezegd, ja, we zullen jullie volgen als er een oorlog komt tegen Irak. En Blair deed dat, zei hij toen, omdat hij ervan overtuigd was dat hij beter Bush kon proberen bij te sturen in zo'n conflict, dan aan de kant te staan en de Amerikanen hun gang te laten gaan. Maar hij moest dat nog wel verkopen in het binnenland. En in Engeland betekent dat vooral dat hij de achterban, zijn eigen fractie in de House of Commons, in de Engelse Tweede Kamer, achter zich moest krijgen. Hij had toch wel de meerderheid. De conservatieven zouden toch wel met hem meestemmen. Het probleem zat hem in zijn eigen achterban, waar een vrij groot gedeelte van de zogenaamde backbenchers eigenlijk niet voor deze oorlog waren. En Blair trekt alles uit de kast, alle retorische trucs. Hij probeert mensen individueel te benaderen, toe te spreken, te overtuigen waarom deze oorlog gevochten moet worden. En juist hij haalt de beroemde München-analogie erbij. En hij zegt, Saddam Hussein is de Hitler van nu. We kunnen ons niet permitteren om Saddam Hussein zijn gang te laten gaan. We moeten van München leren dat als je toegeeft aan een dictator, dat daarna het hek van de dam is en hij nog veel meer zal proberen. Dit is het moment om een dictator te stoppen. Het interessante is dat de Verenigde Naties vaak als een argument naar voren komen. Handhaven van de internationale rechtsorde.
om mee te doen aan vredesmissies. Dat roept de vraag op, hoe zit het dan met die Verenigde Naties? Kunnen zij effectief ingrijpen of niet? Dat is een vraag voor een volgend college. APPLAUS